Jokic. Jokic van mijn kanaal. Like op neer en reageer. Voordat jullie zeggen, want sommige mensen zien dat het de video niet is bewerkt. Inderdaad, de video is niet bewerkt omdat mijn editprogramma niet echt werkt. Dus ja, er gaat niks bewerkt zijn. En ja, maar toch ga ik er een toffe video van maken. En vandaag gaan we Ian roosten, dat is een vriend uit de jeugdbeweging. Hij heeft ook toestemming gegeven, dus ja, niemand moet erover klagen. Maar ik heb toestemming gekregen van hem, dus hij heeft toestemming gekregen, dus ik roost hem. Hij vindt het goed, hij vindt het grappig, hij kan ermee lachen. Dus hij gaat me waarschijnlijk niet terug roosten, denk ik, want ja, dat was gewoon. Anneke zei dat ze me kosten roosten. Beter. Is misschien ook gelukt, maar goed. Oké, nu gaan we dus Ian roosten. Zijn achternaam ga ik zelf niet uitspreken. Het is ook een raar achternaam, de Vreter of zo. Laten we hem gewoon Ian de Fretter noemen. Want zijn achternaam lijkt op de Fretter. Dus ja. Ian is een grote man. Misschien iets te groot. Want ik moet naar boven kijken als ik met hem wil praten. Maar goed. Dat is nu nog het minste, maar dan nog. Zo groot, voor wat moet dat? Ja, weet je voor wat dat handig is? Voor iets van de kast staan. En het is ook al door de deur. Raak je niet, want je bent te groot. Ah ja, weet je voor wat dat ook nog goed is? Voor de seks. Je wijf gaat misschien heel makkelijk aan iets geraken. Maar anders is het ook voor niks handig. He. Zo groot zijn. In een lage sportauto. Raak je niet. Raak je in een jeep? Ah, twijfel ik ook al. Raak je in een camion? Twijfel ik ook al. Ja. Kan je fietsen? Nee. Want alle fietsen zijn te klein. Raak je in één huis? Nee, want je raakt niet door de deur en door de garage raak je ook niet, dus. Oh ja. Ah ja, en nog iets. Je zit in de jeugdbeweging, maar je komt bijna nooit. What the fuck? Kampen kom je? Trouwens, fucking toffe kampen altijd, maar dan nog. Je komt niet naar. Je komt wel naar kampen. Je kan bijna nooit. Hoe dan, waarom? Maar goed, dat is nog niet erg. Ik kan ook een keer niet komen, nee. Een keer. Maar goed, dat is nu nogal niet erg. We blijven maten. En ja. Wat dan nog? Die grote snap ik nog altijd niet aan je achternaam. Ik weet zelf niet hoe je hem moet uitspreken. Dus noem ik hem de Fretter. Trouwens, verstoppertje. Kan je ook niet spelen. Ik ben trouwens veel te groot voor verstoppertje te spelen. Ja. En je bed. Dat is waarschijnlijk een bed met zo'n stuk nog aan. Ja. Drinken. Ja. Hou ook maar niet over bij hen, zeker. Want, ja. Dat drank hou krap op zijn en al. Dus ja, wat. Ja. Dat snap ik dus niet. Maar. Ja. Hij iets moet zoeken op de grond. Ik snap niet waarom. Je bent te groot, je had ver niet zien liggen. Ja. Veel kan ik ook niet zeggen, want zoveel heb ik jou nog niet gezien in matje. Je had een korte roos, maar het was een roos. Ian, dit was de roos voor jou. Of moet ik zeggen, de Fretter? I don't know. Maar hij heeft dus toestemming gegeven. Ik had waarschijnlijk bij elke roos zijn dat een toestemming heeft gegeven. En als hij geen toestemming heeft, doe ik het ook niet. Ik zei in de vorige video dat Kobe ik nog ging roosten, maar hij heeft nog geen toestemming gegeven, dus ik roost hem niet. Sorry Kobe, maar je moet toestemming geven. Ik weet dat je het wil, maar je hebt geen toestemming gegeven, dus ja, sorry.
Ja. Ja. Dus hij heeft toestemming gegeven, dus veel kan je er niet van zeggen, maar ja, je kunt er iets van zeggen dat ik hem niet heb toestemming gegeven, maar kan het bewijzen. Dus mijn Instagram staat in de beschrijving, denk dat ik geen toestemming heb gegeven. SMS even. Ik stuur de toestemming van Anneke en van Ian door en dan zien jullie dat ze toestemming aan hebben gegeven. Dus, chokers. Chokers.